Een van de problemen tijdens de Vierdaagse feesten is wildplassen. En dat gebeurt dan natuurlijk niet hier op de Molenstraat, maar dat gebeurt dan in kleine steegjes en hoeken waar je niet zo goed gezien wordt. Om dat tegen te gaan, brengen ze vanuit de Vierdaagse feesten een peeback coating aan. Hoe dat precies gaat, dat gaan we nu bekijken. Ik moest pissen, ik dacht al dat ik was missen. Zo heet het altijd als er iets te doen is. Maar ik zag niks, want ik moest pissen. Ik dacht al dat ik was missen. Zo heet het altijd als er iets te doen is. Leo, waar zijn we? We zijn hier ergens op een plekje in de binnenstad van Nijmegen. Ik ga niet precies zeggen waar, omdat we hier een maatregel gaan aanbrengen waar we niet iedereen meteen van op de hoogte willen brengen van waar het is. Oké, en wat voor maatregel is dat dan? We gaan hier zogenaamd, op deze muur gaan we zogenaamde peeback coating aanbrengen. Mm-hmm. En dat is een laag, nou zeg maar vernis, ja, die we op die muur aanbrengen. En als daar tegen gewildplast wordt, dan spettert die plas terug. Oké, dit is een speciale laag die is gemaakt om plas terug te... Ja. Oké. Ja, en dat is dus om wildplassen tegen te gaan en, ja, of in ieder geval sterk te ontmoedigen. Die plascoating zit dus niet door de hele stad. Nee. Hoe kies je zo'n plek? Eigenlijk toch veelal wel uit wat de omwonenden aangeven. Binnenstadbewoners zijn heel goed op de hoogte van wat wij allemaal aan voorzieningen en maatregelen treffen voor de Vierdaagse feesten. En die komen vaak zelf van, hey, ik heb iets gelezen over die peeback coating, kan het ook niet bij ons in de buurt, op zo'n muur? En in dit geval is dat dus ook zo, op deze plek, heeft iemand die hier woont gevraagd van, zou die muur behandeld kunnen worden? Nou, en elk jaar pakken we er een aantal aan. Het houdt ook een aantal jaren echt goed, dus dat is best wel, dat is prettig, hè? Het is een duurzaam product. Ja. En zo kiezen we de plekken. Nou ben jij directeur van de Vierdaagse feesten. Ja. Toen je aan deze baan begon, had jij toen kunnen bedenken dat je het zou gaan hebben over dingen als peacoating? Ja, toevallig wist ik het. Okay. Omdat ik al eerder bij de, in mijn vorige functie was ik ook al betrokken bij de Vierdaagse feesten. Ja. Ja. Dus dit onderwerp, daarvan was ik op de hoogte. Ja. Maar er zijn natuurlijk wel inderdaad onderwerpen waar, die nieuw zijn. Ja. Zijn er nog andere maatregelen in de stad waar je iets over mag vertellen? Ja, die liggen dan op een heel ander vlak. Mm. En een andere die dit jaar heel nadrukkelijk speelt. En eigenlijk ook al jaren, maar daar waar we volop inzetten dit jaar, is de oproep aan bezoekers. Gooi je beker in een afvalbak of breng hem terug naar de bar. Ja. Want eigenlijk is gewoon gekkigheid dat we gewoon met z'n allen maar die bekers op de grond blijven gooien. Dus dat is eigenlijk een beetje een oproep. Ja, precies. Ja. Oké, duidelijk. Dankjewel. Ja, graag gedaan.